De tip van Rick. Beetje een speciale tip, want deze gaat eigenlijk niet over bier op zich, maar wel over hoe je onder geweldige omstandigheden bier kunt genieten. Ik word er zelf altijd wat depressief van als ik me de hele dag al verheug op een mooi glas bier en ik kom dan thuis en ik schenk het in en ik zie die schuimkraag met donderend geraas in elkaar storten. Dan weet ik, ai, ik heb mijn glas niet goed genoeg bier schoongemaakt. Bier schoon, dat is wat we willen hebben. Het prachtige product bier kan onder de beste omstandigheden bewaard zijn gebleven en in jouw koelkast zijn beland. Op het allerlaatste moment kan dat kostelijk goed nog steeds om zeep geholpen worden. Uiteindelijk moeten glazen bier schoon zijn. Dat wil zeggen dat er geen zeepresten meer in zitten, geen vetresten meer in zitten en geen andere vervuilers. Je wilt dat jouw glas helemaal schoon is. Ik heb hier een voorbeeld staan van een glas dat absoluut niet schoon is. Als je hier bier in zou inschenken, dan geef ik je op een briefje dat dat wordt geen pretje. Maar er zijn een paar hele simpele stappen die je kunt nemen om jouw glazen weer helemaal in tip-top bierconditie te brengen. Of dit nou thuis is of in een horecazaak, ik ga je de tips meegeven, zodat je altijd kunt genieten van een kostelijk glas bier. Want ook vroeger, toen ik zelf nog in het mooiste café van de wereld werkte, de Engelse Reet in Amsterdam, gaven wij namelijk elke dag onze bierglazen een sodabadje. Een sodabadje. Het enige wat je namelijk zometeen nodig hebt is een spoelbak met lauw warm water, vervolgens een kraan voor koud water, vervolgens heet water. Je hebt voor de rest alleen maar nodig een niet pluizende doek en een zak zilversoda. Daarmee gaan wij onze glazen in topconditie brengen. Goed, je laat dus eerst een spoelbak, en dat kan gewoon de gootsteen thuis zijn, maar dat mag ook een tuiltje zijn wat mij betreft, vollopen met lauwwarm water. Lauwwarm is beter dan koud, want daar kan namelijk uiteindelijk de soda beter in oplossen. De precieze hoeveelheid, ja, dat is een kwestie van proberen, maar het gaat er natuurlijk om dat er voldoende soda in het water oplost en helpt die soda gewoon eventjes om een beetje los te komen, zodat je zo meteen daar je glas goed mee kan spoelen. Want zoals dit eruit ziet, dat gaat geen smakelijk bier opleveren. Let nu goed op. In dat sodabadje mag je rustig met je handen een beetje er doorheen wrijven. Je zult ook voelen dat je handen heel zacht gaan worden, want ook de soda bijt de vetten van je hand af. En dat wordt zometeen wel heel belangrijk. Het naspoelen, dat moet grondig gebeuren, want als die soda zometeen in het glas blijft zitten, dan ben je van kwaad tot erger. Zo, je laat het sodabadje leeglopen of je gooit je tuiltje weg. En het is dan vervolgens echt van belang dat je eerst je handen goed wast met gewoon stromend koud water. Dat doe je om daarmee de sodaresten van je handen te verwijderen. Want blijven er sodaresten op jouw hand zitten, dan is het erg moeilijk om je glas goed schoon te krijgen. En die sodaresten moeten van het glas af, omdat als die sodaresten blijven zitten, die op hun eigen beurt weer zorgen voor het neerslaan van je schuimkraag. En daar is het nou juist allemaal om begonnen, een mooie stevige schuimkraag. Goed, hebben we het glas gespoeld, dan wordt het tijd voor de volgende mooie stap, het poleren. Voor dat poleren neem je heet water. En dat hete water kan natuurlijk prima uit de kraan komen, maar je kunt er ook gewoon een waterkoker voor gebruiken. Dat water mag best heet zijn, sterker nog, het is juist wel lekker. En dat water wil je echt heel graag ook over de buitenkant van het glas laten lopen, zodat alles goed warm wordt. Dat heb je namelijk gewoon nodig voor het goede poleren. En dan is het nu zaak om die niet pluizende doek te nemen. Giet het glas leeg, pak het voetje. We hebben nu een heel mooi voetje, maar bij elk glas geldt dat. Lekker vast, zodat je het niet met de handen raakt. En ga het mooi opwrijven. Opwrijven doe je heel eenvoudig. Eerst aan de buitenkant. Je zorgt dat je het droog maakt en tegelijkertijd wrijf je het echt mooi op voor een mooie glans, maar ook voor een totale reiniging. Die doek mag er lekker ingepropt worden. En dan ook hier zorg je dat je vingers het glas nog steeds niet raken. Je draait het glas gewoon in de ronde. Je mag het nog een beetje aanstampen zelfs. En als dit zo meteen klaar is, is jouw glas helemaal voorbereid om een dekselsmooie schuimkraag te vormen. En zo kun je zo meteen gaan genieten van een fantastisch mooi, vers ingeschonken glas bier.
Zo, het glas zou nu bierschoon moeten zijn. We gaan het eens proberen met een fijne alcoholvrije Jeverfun. Als het goed is, schenk dit bier zo meteen in zonder dat er enig schuimverlies te zien is. En, belangrijker, zie je ook zo meteen dat onder de schuimkraag er zich geen belletjes hechten aan het glas zelf. Dat is de tweede check die je kunt doen of jouw glas bier schoon is. Nou, je ziet het. De schuimkraag blijft staan als een huis en er vormen zich geen belletjes aan de binnenkant van het glas. Dat zou namelijk ook duiden op een kleine imperfectie. Dit is perfectie. Ik ga ervan genieten. Zo weet je weer hoe je zelf thuis jouw eigen glaas in topconditie kan brengen. Proost, blijf genieten. Het is alcoholvrij. En kijk eens hoe mooi dat schuim blijft staan.